Het aantal ministers die besmet is met COVID-19 blijft toenemen. Gisteren werd bekend dat minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie het virus heeft opgelopen. Vandaag werd aan de lijst minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkelingen toegevoegd. Naast de bewindslieden is ook assembleelid Miquela Sumar Huur van de ABOP positief getest. Zij en minister Amoxie waren gisteren aanwezig op de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. President Chandrika Persat Santokhi gaf tijdens de vergadering aan dat het volledige regeringsteam is getest na het nieuws van minister Diana Pocky. Een afspraak was namelijk dat dat deel van het regeerteam dat een negatieve testresultaat zou hebben zich kon begeven naar het parlement. En dat is van tevoren allemaal goed gecheckt. En zo hebben we dan een selectie gemaakt van het regeerteam dat negatief getest was. En wat er precies gebeurd is, dat onderzoeken we nog even, meneer de voorzitter. Maar de minister van Justitie en Politie, Amoxie, die had het bericht negatief eerder gehad. En later kreeg hij te horen dat het positief was. Dus we onderzoeken waren eigenlijk die communicatiestoornis precies geweest is. En dat is de reden geweest, namelijk dat we hem direct gezegd hebben dat hij de zaal moest verlaten. Zijn zitting, zijn tafel, zijn desk en stoelen zijn direct ook ontsmet. President Chandrika Persat Santokhi gisteren in de Nationale Assemblée over het positieve resultaat van minister Kenneth Amoxie. Het assembleegebouw is vandaag gesloten. De vergaderingen zijn verdaagd totdat het gebouw volledig is ontsmet.